Allereerst de beste wensen voor 2021 en dat het een gezond en financieel gezond jaar mag worden voor jou. En leuk dat je ook in dit jaar weer kijkt naar mijn video's. In de video van gisteren keek ik eigenlijk terug naar 2020. Een video die ik in dat begin van het jaar maakte om juist mijn plannen en doelen te bespreken. En kijken dus wat er is gelukt in het afgelopen jaar. En dat is eigenlijk nu wat we ook gaan doen in deze video. In deze video gaan we juist vooruitkijken voor 2021. Wat zijn mijn plannen? Wat zijn mijn doelen? Wat zijn mijn financiële voornemens, zeg maar? Op het gebied van YouTube, inkomen, vermogen en nog veel meer dingen. Dat wil ik gaan bespreken in deze video. Zodat we over 12 maanden weer kunnen kijken naar wat er uiteindelijk is gelukt of waarom het juist niet is gelukt. Ik vind het altijd een interessant onderwerp, dus laten we beginnen met de eerste video van 2021. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus vooruitkijken en misschien ook wel een beetje dromen over de toekomst. En het gaat natuurlijk in dit geval over mijn video, maar het is niet beperkt op mij. Ga vooral ook zelf aan de gang. Denk na over wat jij dit jaar wilt bereiken in 2021 of welke beginstappen jij wilt maken om in de toekomst iets te bereiken. Want het zijn vaak deze kleine stapjes die je nu neemt die grote effecten hebben op jouw toekomst. Dus hoe klein ze ook zijn, begin gewoon, want dat is vaak het meest belangrijke. En laat ook vooral weten wat jouw financiële voornemens zijn hier in de reacties onder deze video. Niet alleen kun je dan anderen inspireren. Het is ook leuk voor jou om aan het einde van het jaar weer terug te gaan naar deze video om te kijken wat was jouw plan toen. Wat wilde je bereiken en wat heb je dus 12 maanden later, wat heb je bereikt? Zelf houd ik dat soort dingen ook altijd bij in de Purpose Planner. Dit is de versie van 2021. Hier word je eigenlijk gemotiveerd om het vooruit te kijken per week, per maand. Maar ook, wat heel belangrijk is, weer terug te gaan kijken. Telkens van, wat heb ik afgelopen week of maand bereikt? Wat kan ik verbeteren? Wat kan ik meenemen naar de volgende maand? Dus het is ook heel erg motiverend om hiermee te werken. En wat ik altijd leuk vind, is dat je achteraf weer een naslagwerk hebt. Dat je weer een jaar of misschien over 5 jaar een keer terug kunt kijken naar waar was ik toen mee bezig, welke stappen heb ik toen genomen en welk effect heeft dat gehad op de lange termijn. Een link naar de Purpose Planner zal ik trouwens onder deze video plaatsen mocht je hem willen kopen. Hij is via bol.com te kopen en heb je hem eerdaags ook al meteen in huis, waardoor je meteen kunt beginnen met jouw goede financiële voornemens. Maar laten we dan beginnen met die van mij en het eerste onderdeel is een passief inkomen. Het eerste kopje daaronder zouden we kunnen zeggen YouTube. Wat ik vooral wil doen is eigenlijk even vaak content blijven produceren of publiceren, net zoals ik nu doe. 3 video's in de week. Vorig jaar begon ik met 2, ben nu naar 3 gegaan. En ik vind dat een mooi aantal. Het zorgt ervoor dat ik regelmatig nieuwe content kan plaatsen, dat het toch actueel blijft, zonder dat ik er al te veel tijd in moet steken. Of tenminste, dat ik de hele week daarmee bezig ben. Wat ik veel belangrijker vind, is in ieder geval de kwaliteit te leveren. Ik heb, hoop ik, nu al veel kwaliteit geleverd. Beeld, audio, maar ook zeker de inhoud. Nu hoop ik nog een beetje de presentatieskills nog wat bij te werken, want ik vind het meestal leuker om achter de camera bezig te zijn dan voor de camera. Maar ja, als je het maar vaak genoeg doet, word je er vanzelf beter in. Dus laten we hopen dat 2021 daar ook weer wat voortgang in zit. En wat ik ook voor dit jaar wil doen, is juist mijn bereik vergroten hier op YouTube. Afgelopen jaar ben ik gegroeid van 6300 naar 25.000 abonnees. 400% gegroeid. Ik denk niet dat dat realistisch is dat dat ook dit jaar gaat gebeuren. Maar het zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Social Blade schat in dat ik aan het einde van het jaar 65.000 abonnees zou hebben. Daar zou ik wel heel erg tevreden mee zijn als me dat lukt. Maar het gaat niet zozeer om het aantal abonnees. Het gaat eigenlijk meer om het bereik wat ik heb. Het aantal mensen dat ik kan informeren, inspireren om zelf ook iets te gaan doen. Wat ik veel belangrijker vind dan het nummer. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te horen. Zeker met die video's van de afgelopen week. Hoe mensen het afgelopen jaar ervaren hebben. Welke stappen zij genomen hebben. En dat dat vaak mede door mij is. Door video's die ik maak. Mensen geïnspireerd, geïnformeerd heb. Dus dan is het wel leuk om daar, ja, laten we hopen in 2021, veel meer mensen op die manier te motiveren. En ik zou natuurlijk meer mensen kunnen bereiken door meer onderwerpen te gaan behandelen. Natuurlijk wel allemaal financiële onderwerpen. Nu ligt de focus nog echt vooral op het beleggen. Zeker in dit jaar, omdat daar gewoon heel veel is gebeurd.
Het was gewoon heel erg interessant op de beurs om te beleggen dit jaar. De meeste abonnees zijn daar ook ja, eigenlijk kanaal door gaan volgen. Maar zoals ik vaak al tijdens mijn intro zeg, ik heb eigenlijk 3 onderwerpen op dit kanaal. Persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus ik wil eigenlijk ook vooral die 2 andere persoonlijke financiën en het passief inkomen meer gaan behandelen. Dat ik wat een breder publiek ook aanspreek en ook ja, mensen die misschien al bezig zijn met beleggen juist kan inspireren over passief inkomen opbouwen. Of mensen die vooral eerst nog bezig zijn met persoonlijke financiën, die nog niet toe zijn aan beleggen, dat ik die ook al aanspreek. Dus op die manier een breder publiek opbouw, maar wel iedereen ja, in verschillende facetten eigenlijk van hun loopbaan naar financiële onafhankelijkheid kan helpen. En dat wil ik natuurlijk doen door nieuwe content. Gewoon iedere week, zoals ik zeg, 3 video's. Dat is gewoon zoals het nu is en zoals het ook doorgaat dit jaar. Maar ik hoop ook wel nieuwe soort van content te doen. Afgelopen jaar heb ik al een interview gehad met Madelon bijvoorbeeld. Juist dat soort dingen zou ik graag vaker willen doen. Ook met kijkers interviews over hun portefeuille zoals ik al zei. Maar misschien ook wel met andere mensen, andere YouTubers, andere ondernemers. Om juist hun verhaal te horen. Het is denk ik vaak heel erg interessant om te kijken van waar komen zij vandaan, wat hebben zij gedaan om dat te bereiken. Want daar kun je vaak heel veel informatie uit halen en misschien ook wel fouten die zij gemaakt hebben, dat wij die juist zelf niet hoeven maken. Dus dat is echt iets wat ik ja, komend jaar op de planning heb staan om vaker, of, ja vaker, ik heb het nog niet eerder echt gedaan, maar in ieder geval interviews te gaan doen met verschillende mensen. En mocht je nou mensen hebben waarvan je denkt, die zou ik graag geïnterviewd willen hebben. Of heb je totaal andere ideeën waarmee ik het kanaal kan verbeteren dit jaar? Laat dat vooral weten in de reacties hier onder deze video. Of stuur me eventueel een berichtje op Instagram. @eenpassiefinkomen. Ook dat is een manier om makkelijk, snel en direct met mij in contact te komen. Dan nog even snel wat andere dingen die dit jaar op de planning staan. De website die ik wil gaan verbeteren, wil gaan uitbreiden. Daar ben ik al mee bezig. Ik denk dat ik daar te weinig tijd en energie in heb gestoken. Juist omdat het een heel erg goede manier is om een nieuwe doelgroep aan te spreken. Maar het ook gewoon heel erg makkelijk is dat mensen snel informatie op kunnen zoeken, terug kunnen kijken. Dus dat ga ik zeker doen. Kijken naar Instagram. Nu houd ik dat dagelijks bij. Af en toe een post. Vooral veel stories. Het laatste nieuws. Een poll die ik jullie stel om juist wat feedback te krijgen en dat soort dingen. Op die manier wil ik denk ik doorgaan. Bevalt me heel erg goed. Ik denk ook dat heel veel van jullie het interessant vinden. Dus dat is gewoon een makkelijke manier om met jullie in contact te komen. Dan hebben we natuurlijk nog de community. Heel erg interessant. Heel veel mensen die daar actief zijn. Ik zelf ben er iets te weinig actief, vind ik zelf. Maar ja, ik vind het gewoon heel erg lastig. Ik heb ja, vooral beperkt in tijd. En dan kom ik niet altijd daaraan. Maar ik ga wel vaak eventjes kijken. Ik reageer niet overal op. Maar ik haal daar wel heel veel feedback uit. Heel veel inspiratie uit. Dus ga daar vooral mee door. En laat ook hopen dat we komend jaar daar gewoon door mee kunnen gaan. En dat jullie elkaar blijven helpen in de community. Ik zit ook nog steeds te denken aan producten. Iets wat ik al een paar jaar roep is om een boek of een e-book uit te brengen. Lijkt me heel erg leuk. Ik moet er nu echt wel een keer prioriteit aan gaan geven. Want ik denk ook dat weer is een manier om juist op een andere manier andere mensen aan te spreken. Dus dat is heel erg interessant om die doelgroep te bereiken. En ik denk ook wel dat ja, we zijn dit jaar begonnen met de beleggerstraining. Die wil ik nog gaan uitbreiden en verbeteren. Al heel veel goede feedback over gehad. Heel veel tevreden klanten. Maar dat is zeker nog verbetering mogelijk. En misschien ook nog wel andere producten. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Ik moet een beetje kijken welke producten ik dan zou willen. Hoe ik dat ga doen met de tijd. En welke prioriteit ik het geef. Want als ik het doe, wil ik het wel goed doen. Maar ik denk zeker dat er markt voor is. Dat er interesse in is. En het is ook wel weer een andere vorm van inkomen. Een extra inkomen. Dus ik heb meer risicospreiding of meer inkomensspreiding. Dus dat maakt het ook wel interessant. Maar ja, dat zijn gewoon een beetje de dingen waar ik nu mee zit. En mocht je daar trouwens ook nog tips voor hebben, laat dat vooral ook weten in de reacties onder deze video. En zoals je misschien nu al een beetje eruit op hebt kunnen maken, is het vooral tijd die eigenlijk een beperkende factor is voor mij. Ik heb heel veel ideeën, maar je komt er op een gegeven moment achter dat het is vooral de tijd die beperkt is. Dus ik moet dat beter gaan managen, beter gaan inrichten. Ik zit er ook aan te denken om bepaalde taken uit te besteden, zodat ik juist kan gaan focussen op de dingen die echt bij mij passen, die alleen ik kan doen. Bijvoorbeeld deze video's maken en bijvoorbeeld e-mails beantwoorden, de boekhouding of het huishouden, ik noem maar iets. Dat juist uit te gaan besteden, zodat ik juist meer tijd overhoud en die ook effectief kan inzetten. Kijken dan naar werk en inkomen. Het afgelopen jaar had ik een soort van doel voor mezelf om 100.000 euro bruto inkomen te verdienen. Dat is me gelukt, dus dat is al ja, heel erg goed. Laten we hopen dat we het ook dit jaar gewoon vast kunnen houden. Ik heb al vaker gezegd, inkomen is niet per se voor mij een prioriteit. Natuurlijk in het begin wel, maar zeker als je dit soort bedragen verdient, dan is het, ja, dan op een gegeven moment ben je level voorbij van je inkomen. Dan is in één keer de noodzaak om nog heel veel te werken voor je inkomen, is er niet meer. Dus dan ga je het anders bekijken, vind ik. Ik vind, wat mijn beleving is,
Zeg maar, als je een salaris hebt van 3000 euro in de maand, als je op een gegeven moment op een passieve manier of een extra inkomen van 3000 euro erbij hebt, dan is dat heel veel. En je hoeft dan ook niet per se meer te gaan verdienen. Ik merk namelijk met dat bedrag is eigenlijk psychologisch al een grens van, oh, wacht, op deze manier zou ik kunnen stoppen met werken. Niet dat ik het van plan ben, maar het zou kunnen. En dat geeft je eigenlijk al een gevoel van vrijheid. En dat is denk ik veel belangrijker dan het geldbedrag. En zoals ik van de week al zei, sinds we ons nieuwe huis helemaal hebben geregeld, ben ik part-time gaan werken. Dat is nu ongeveer 4 maanden geleden. Ik ben 23 uur in 3 dagen tijd gaan werken. Dus ik heb 2 dagen die ik juist meer aan dit soort kanalen en alle dingen eromheen kan besteden. En dat wil ik ook gaan houden voor 2021. Als het goed is, wordt aan het einde van de maand mijn contract verlengd. Wordt het een vast contract en kan ik dus ook part-time blijven werken voor de rest van dit jaar. Zoals ik eerder al zei, het is niet per se nodig. Ik doe het niet voor het geld. En ik denk juist als ik zou stoppen met werken en al mijn tijd zou investeren in dit kanaal en al de dingen, beleggingen eromheen die ik doe, dat ik daar meer mee verdien. Ik denk alleen niet dat ik er gelukkiger van word. Van tevoren zat ik ook al te denken van, zou ik part-time gaan werken of zou ik helemaal stoppen met werken? Toen kwam corona, toen kwam ik verplicht thuis te zitten. Nou, dat is de eerste 2 weken heel erg leuk. Maar na een tijdje heb je zoiets van, ja, je mist gewoon contact met collega's. Je wilt af en toe naar buiten, je wilt ergens naartoe. Je wereldje wordt gewoon heel erg klein. Dus dat is voor mij eigenlijk de grote reden om gewoon te blijven werken. Dat ik gewoon andere mensen blijf zien. Het sociale contact, want anders zit ik altijd alleen maar thuis te werken. Vooral in mijn vrije tijd. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om dit soort dingen te doen. Dus dan zou ik hier altijd mee bezig zijn. En bijna niemand, of eigenlijk niemand van mijn vrienden, is in deze positie om ook part-time te werken of überhaupt te stoppen met werken. Dus ik kan wel vrij zijn, maar als de rest van mijn vrienden dat niet is, schiet ik daar niks mee op. Dus ik denk dat dit zeker nu de beste manier is om mijn tijd in te delen. Kijken we naar het volgende onderdeel en dat is het vermogen. Dat bestaat natuurlijk uit meerdere onderdelen. Afgelopen jaar heel erg gegroeid. En dit is waar ik dan vooral mijn focus op leg. Niet op het inkomen, dat is op zich niet zo belangrijk. Het is namelijk veel belangrijker wat je doet met je inkomen, met het geld dat er binnenkomt. Wat ga je daarmee doen? Welke stappen onderneem je om daar een vermogen op de lange termijn mee op te bouwen? Nou, het eerste onderdeel is het belegde vermogen. Dat is afgelopen jaar heel erg goed gegaan. We begonnen met ongeveer 43.000 euro. En we zijn het jaar geëindigd met, ik geloof, rond de 190.000 euro. Dus meer, omdat de paar laatste dagen best wel goed waren. Nog meer dan ik in die video's had gedacht op het einde van het jaar. Dat is zeker een groei die ik niet volgend jaar verwacht. Dus ik zou wel heel erg blij zijn als het een klein beetje groeit of überhaupt deze waarde blijft houden. En ik zit er zelfs aan te denken om een gedeelte van mijn beleggingen te verkopen. Juist omdat ik toen die video's voor hem bereiden was en zeker diegene over mijn beleggingen, kwam ik erachter dat ik dat halverwege november ook al een beetje behandeld had. Dus had ik eigenlijk gekeken naar de laatste 6 weken. En in die tijd ging ik bijna 60.000 euro erin vermogen op vooruit. Dus 10.000 euro per week. En hoe langer ik daarover nadenk, dan denk ik ook van, dat is heel erg apart dat je zoveel rendement kunt halen in zo'n korte tijd. Dat kan niet dat volgend jaar zo blijft of doorgroeit. Dus het is misschien wel een moment dat ik goed moet nagaan denken, wil ik een gedeelte daarvan verkopen en mijn winst nemen? Ik moet alleen per aandeel dus goed gaan kijken van, wat verwacht ik van dit bedrijf? Waar is de groei nu gekomen? Wat verwacht ik van de komende tijd? Zeker omdat ik in heel veel EV-bedrijven zit en het afgelopen jaar heel veel mensen, vooral in Amerika, eigenlijk geld vanuit de overheid hebben gekregen. Dat niet per se altijd nodig hadden, omdat ze gewoon hun inkomen nog hadden. Dus dat juist allemaal belegd hebben. Een beetje denken van, ja, kan dat ook effect hebben op de beurs? Daar weet ik nu nog niet het antwoord op hoor. Dat moet ik ook nog zelf gaan onderzoeken. Maar het is zeker wel een mogelijkheid dat ik een gedeelte winst neem. En ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Of ik het investeer in het kanaal om een bereik te vergroten. Of misschien juist nieuwe aandelen vind. Dus een beetje nog, ja, afwachten wat het onderzoek zeg maar doet. Maar ja, in ieder geval een optie. En wat betreft mijn andere vermogen, dat is niet zo heel spannend. Eigenlijk is dat nu vooral nog het huis. We hebben dit jaar het huis gekocht. Ik verwacht daar niet heel veel spannend van. Het zal waarschijnlijk een paar procent meer waard worden. We betalen gewoon de hypotheek af. Eigenlijk niet per se, in ieder geval afgelopen jaar, niet extra afgelost. Misschien dit jaar wel. Misschien 1 maand betaling extra. Maar de rente is zo laag dat ik het waarschijnlijk op een andere manier beter kan inzetten. Maar aan de andere kant, het is ook wel fijn als je schuld wat lager wordt. Dus ja, daar niks spannends. Waarschijnlijk over een paar maanden ben ik af van mijn studieschuld. Die is nu minder dan 500 euro. Ik los 100 euro per maand af. Dus daar zijn we halverwege 21 ook helemaal van af. En dan ben ik schuldenvrij op mijn hypotheek. Nou, dus dat is al best wel een mooi doel. Mooie prestatie zou ik zeggen. En wat betreft vermogen, ik schat in dat het wel wat zal groeien. En ik denk dat dat 20% is. En daarmee zou ik het jaar van 2021 dan afsluiten met een eigen vermogen van 450.000 euro.
Nou, als me dat lukt, dan ben ik zeer tevreden. Het is denk ik wel op zich enigszins reëel als alles gewoon een beetje doorgaat zoals het nu ook gaat. Maar ja, we hebben dit jaar wel gezien, we weten nooit wat het komende jaar gaat brengen. En wat ik vooral dit jaar van plan ben, is meer genieten. We hebben nu dus een nieuw huis. We hadden eerst een appartement, nu een huis. Dus we hebben ook een tuin. Daar ga ik, ja, laten we hopen in de zomer, meer tijd in doorbrengen. Fijn onder de overkapping, 's avonds nog eventueel mijn e-mail bijwerken of een boek lezen. Maar in ieder geval, ja, iets fijner omgeving in plaats van altijd maar hier binnen in de studio zitten. Even weer de buitenlucht in, altijd wel fijn na corona. En ik kijk er ook wel weer naar uit om wat vakanties in te gaan halen. In 2020 hadden we er 4 gepland staan, 2 van onszelf. We werden een keer uitgenodigd en dat soort dingen. Maar ja, alles afgelast vanwege corona. Dus laten we hopen dat we ze in 2021 wel weer kunnen gaan doen. Aan de ene kant gewoon, ja, ook om weer te genieten. Je bent niet thuis, je bent uit een andere omgeving. En je bent verder weg van de computer, dus ik moet ook wel meer mijn rust nemen. Dat is ook wel belangrijk, want zoals ik al zei, meestal blijf ik maar doorgaan. Ik vind het gewoon leuk om te doen, maar ja, eigenlijk weet ik ook wel van, ik moet af en toe stoppen. En het is gewoon, zoals gezegd, even fijn om weg te gaan in deze omgeving waar ik de laatste 9 maanden al continu in bezig ben. Altijd maar thuis. Je wereld is eigenlijk heel beperkt geworden in 2020. Dus laten we hopen dat we die in 2021 een stuk kunnen uitbreiden. Maar dat waren dus mijn plannen, doelen en financiële voornemens voor 2021. Ik ben ook erg benieuwd naar wat die van jou zijn. Laat dat vooral weten in de reacties dus onder deze video. Vertel even wat je van plan bent, hoe je dat wilt bereiken. Of misschien wat je vorig jaar al hebt bereikt, wat je nu door wilt zetten. Dan denk ik dat er heel veel mensen ook wel geïnspireerd kunnen raken. Misschien jou nog wel kunnen helpen met iets waar je mee zit, bijvoorbeeld met een idee. En het is ook heel erg leuk om dan, als ik volgend jaar deze video wil maken, je attendeer van, ga even kijken bij deze video van dit moment, om te kijken naar wat toen je plannen waren en te zien wat je dus 12 maanden later bereikt hebt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even dat duimpje omhoog, dat ik weet welke onderwerpen jullie leuk vinden. Maar je helpt ook zeker dit YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week dus 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.